Dit is een bespreking van het tweede gedeelte van paragraaf 12 van boek 23. In het voorafgaande hebben we gezien dat Himilco, een man van de Barkas-partij, Hanno, een andere senator in Carthago, bespot, omdat hij ooit heeft voorgesteld om Hannibal uit te leveren. Hanno wilde graag vrede met de Romeinen en Himilco zegt nu na dit succes van Mago, van Hannibal in Italië na de slag bij Cannae, heb je daar natuurlijk spijt van Hanno. Hanno neemt nu het woord. Hanno neemt dus nu het woord. Toen. Een werkwoord van zeggen is hier weggelaten. Dus toen zei Hanno. Tacuissem, een conjunctief is van het pluscuamperfectum die je niet werkelijkheid aangeeft. Ik zou gezwegen hebben, hodie vandaag patres conscripti, letterlijk ingeschreven vaderen. Dat is de vaste aanspreektitel voor de Romeinse senatoren, hier door Hanno gebruikt voor de Carthaagse senaat. Dus ik zou gezwegen hebben, op dat niet. En van dat nee hangt een conjunctivus loquerer af, van het deponens loqui, zeggen. Dus opdat ik niet zou zeggen. Na nee betekent quid hetzelfde als aliquid, opdat ik niet iets zou zeggen. In de vreugde, de gemeenschappelijke vreugde van allen. Iets zou zeggen, minus minder verheugend, minder verheugd, quod esset vobis. Dat zou zijn, dus dat iets wat minder vreugdevol, minder vrolijk zou zijn. En dat fobies, dat heb ik hier verbonden met laetum, voor jullie vreugdevol. Je kunt hem ook verbinden met loquerer, dat ik jullie iets zou zeggen wat minder verheugend zou zijn. Dus Hanno zegt, om het feestje niet te bederven, had ik nu gezwegen, als niet die Himilco mij net heeft uitgedaagd om toch iets te zeggen. Die Himilco die wordt nu senator genoemd aan de senator. Maar nu, dit geeft de tegenstelling aan, dus ik ga toch iets zeggen, zegt Hanno. Maar nu, tegen de senator. Die vraagt, de vragende senator, dat ne achter painitiat geeft de afhankelijke vraag aan. De senator die vraagt, painitiat mee moet je aanvullen, of ik spijt heb nog steeds van de ondernomen oorlog tegen de Romeinen, of ik spijt heb van het feit dat wij oorlog zijn gaan voeren tegen de Romeinen, dat vraagt die Milko nou. En als ik si reticiam, als ik zou zwijgen, en van dat zwijgen hangt die dativus senatori af, dus dat heb ik vertaald, als ik zou zwijgen tegen de senator, als ik geen antwoord zou geven aan Himilco, dan zou ik vidiar, dan zou ik gezien kunnen worden als, dan zou ik schijnen, ofwel superbus, ofwel obnoxius, ofwel hoogmoedig, trots, of laf. Waarvan het ene, het trotse, is van een man, vergeten zijnde de vrijheid van een ander. Dus als je trots, hoogmoedig bent, dan vergeet je dat anderen ook iets mogen zeggen, iets mogen doen. Dus waarvan het ene is van een mens, van een man, dus eigen is aan een man, heb ik vertaald, vergeten zijnde van een deponens oblivisci. En dat heeft de genitivus, dat vergeten. Die vergeten is de vrijheid van een ander. En het andere, dus dat obnoxius, dat laffe, dat is van iemand die vergeten is de vrijheid suai, van zichzelf. Die zijn eigen vrijheid vergeten is. Dus laf, als je laf zou zijn, dan betekent dat dat je zelf niet weet dat je vrij bent, dat je kunt zeggen wat je wil. Hij zei, onderwerp natuurlijk nog steeds Hanno. Ik zou antwoorden, respondiam. Dus als, ik zou antwoorden als ik niet de wens had om te zwijgen, dan zou ik antwoorden. En stiekem antwoordt hij natuurlijk hier toch aan Himilco. Van dat respondiam hangt een ACI af, waar je, die staat daar. Dat ik ben opgehouden, dat ik non, dat ik niet ben opgehouden. Spijt te hebben, te painiteren met de genitivus belli, spijt te hebben van de oorlog. En ik zou antwoorden dat ik niet, dus neque betekent en niet, en dat ik niet deciturum esse,
Dat ik niet ben opgehouden en dat ik ook niet zal ophouden. Deciturum, de infinitief is van het futurum van datzelfde werkwoord decinere. Dat ik ook niet zal ophouden. Eerder dan, dus dat ik niet zal ophouden spijt te hebben van die oorlog. Eerder dan, ik doe iets niet goed. Dat ik niet zal ophouden te incusaren. Daar hangt deze infinitief hangt af van dat deciturum. Dat ik niet zal ophouden te beschuldigen, te bekritiseren. Jullie bevelhebber, dat is Hannibal. Jullie opperbevelhebber, jullie invictum, onoverwinnelijke opperbevelhebber. Dat is wel licht of zelfs zwaar ironisch. Hannibal heeft wel gewonnen, maar dat betekent niet dat ik nu van mijn mening ga afzien, zegt Hanno. Dat ik dat in ieder geval niet eerder zal doen dan dat, antequam, dan dat videro ik gezien zal hebben. Finitum esse bellum, van dat videro hangt een ACI af, dat de oorlog beëindigd is met een conditio, met een voorwaarde, met een of andere voorwaarde die te harde is, die acceptabel is. Dus ik begin hier even opnieuw. Hanno zegt, ik zou kunnen antwoorden aan Himelko dat ik inderdaad niet ben opgehouden spijt te hebben van die oorlog. En dat ik ook niet zal ophouden te beschuldigen jullie onoverwinnelijke opperbevelhebber. Althans eerder dan dat ik gezien zal hebben dat de oorlog beëindigd is met een of andere acceptabele voorwaarde. Dat staat er. Nec mihi pacis antiquae desiderium ulla alia res quam pax nova finiet. Het hoofdwerkwoord staat daar. Futurum zal beëindigen. Onderwerp is ulla res of ulla alia res en enige andere zaak. En de ontkenning staat vooraan. Dus en niet enige andere zaak zal beëindigen. Leidend voorwerp is desiderium, mijn verlangen naar een vrede, naar de oude vrede. En voor mij zal geen enkele andere zaak beëindigen. Mijn verlangen naar de oude vrede, geen enkele andere zaak, dan een pax nova, dan een nieuwe vrede. Dus koste wat kost, ik blijf bij mijn mening, zegt Hanno. Wij moeten vrede sluiten met de Romeinen en stoppen met deze waanzinnige oorlog.